allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dutch Generation X. Het eerste en dus ook beste Nederlandstalige wrestlingkanaal op YouTube. Vandaag hebben wij voor jullie de review van The Elimination Chamber. En dat doe ik niet alleen, ik doe dat samen met Eike. Hallo Eike. Hallo Tim, goedenavond. Hi. Eike, wij hebben deze pay-per-view samen met Brian live gekeken. De live reactions zijn al te zien op het kanaal. Ja. Wat vond je ervan, Eike? Nou ja, ik beschreef het live al zo. En misschien staat het in de live reactions ook dat ik het gezegd heb. Want ik heb ze nog niet teruggekeken in volledigheid. En ik vond het een goede pay-per-view die heel goed had kunnen zijn zonder het verwaal uurtje. Ja, precies. Het was een soort van een sandwich. Hè? Je had de twee uiteinden, de broodjes zeg maar, van SmackDown die goed waren. En dan het beleg van Raw, dat was een drol. Ja, dat was pindakaas die over de datum was of zo. Ja, precies. Het had zo uit mijn koelkast kunnen komen wat op het brood lag. Ja, die kaas. Ja, precies. Zullen we dan maar over de matches zelf gaan praten? Ja, dat vind ik een goed idee. Dan beginnen we met de kick-off natuurlijk. Niet te vergeten. WWE Cruiserweight Championship. Buddy Murphy verdedigde zijn titel tegen Akira Tozawa. En van tevoren had ik hier wel een goede match van verwacht. Maar toch niet zo goed als die was uiteindelijk, denk ik. Ze verraste me nog. Het was echt een hele goede match dit. Toch, Eike? Ja, precies. Buddy does it again, om het zo maar te zeggen. Ja. Weer zet hij er zo eentje neer. Ik had, laat ik zo zeggen, een erg goede match verwacht. Maar meer ook niet. Want Tozawa is wel goed, maar is nooit een niveau daarboven gekomen nog. En dit, ja, Tozawa is een beste match in WWE. Ja, ja, precies. Ja, dit is Tozawa heeft al hier zichzelf ook goed laten zien. Buddy Murphy is Buddy Murphy natuurlijk. Dus van hem zijn we dit soort dingen gewend. Maar ja, dus voor zo'n tussendoor match richting Mania was dit echt meer dan prima. We gaan zien wat Buddy Murphy op Mania gaat doen. Ja. Of Fastlane eerst natuurlijk nog. Ja. Heb jij de tweet van Drake Maverick al gezien of niet? Nee, heb ik nog niet gezien. Nee. Hij heeft een tweet eruit gestuurd dat er vanavond, we nemen dit op dinsdagavond op dit moment, Tim en ik, dat hij vanavond na SmackDown op 205 een belangrijke announcement heeft die over onder andere WrestleMania gaat. Dus ik ben benieuwd wat ze doen. Misschien dat ze een tournament willen doen. Ja, misschien dat ze dan richting Fastlane inderdaad meer de number one contender gaan opbouwen. En dan daarna pas op Mania weer title match. Ja, of Cruiserweight Classic weer. Dat zou ook kunnen. Ja, wie weet. We gaan het zien. Ja. Zullen we naar de main show gaan dan? Dat vind ik een goed idee. Dan beginnen we met een Elimination Chamber match voor de inaugural WWE Women's Tag Team Championships. De Boss & Hawk Connection, Bayley Sasha Banks tegen Nia Jackson Tamina, The Riot Squad, The Iconics, Naomi en Carmella en Sonya Deville en Mandy Rose. Van tevoren, Eike, ja. Zeiden wij, dit wordt een trainwreck, of dit kan een trainwreck worden. Ik ben bang voor weer een Elimination Chamber voor de Intercontinental Championship. Maar we moeten toch zeggen dat de dames het gewoon heel goed gedaan hebben. Ja, precies. Helemaal mee eens. Ik was echt heel blij verrast met deze match. Als je kijkt naar het talent wat erin zit. Maar ze hebben gewoon allemaal een rol gespeeld. Ze hebben het goed gedaan. Ik vond deze waren de vier die echt de show stalen wel. Ik vond Sonya en Mandy vond ik heel goed. Ja. En de rest was ook gewoon... Bailey en Sasha was ook heel goed. Ja, die noemde ik daarvoor al, maar dat hoorde ik misschien. Maar de rest was ook prima in principe. Dus ik was hier heel tevreden mee. Ja. Ben je blij met de winnaars ook? Ja, nou kijk, en daar hebben we het ook met live kijken over gehad. Het staat er een beetje onbekend dat ik Sasha en kennelijk ook vooral Bailey, al is het voor mijn gevoel andersom, maar kennelijk vooral Bailey ook niet mag. Ik mag Sasha. En dat komt waarschijnlijk omdat ik Bailey wel mag en ik Sasha ook een beetje heen vind. Ja, precies. Ja, voor mijn gevoel mag Sasha minder dan Bailey. Maar in ieder geval, ik heb nog wel eens wat kritiek gehad. En dat is met name in het afgelopen jaar exponentieel toegenomen, om het zo maar te zeggen. En ik was blij. En daar heeft de boeking van de match, of ik weet niet wat het is geweest. Maar de match heeft ervoor gezorgd dat ik blij was met de winnaars. Terwijl vooraf konden Bailey en Sasha aan eigen gestolen worden. En ik had dat ze wonnen. En dat zegt wel. Ja.
Ja, precies. Dus dat is prima. Daar zijn we blij mee. Ik verwacht wel dat ze nu... ik kan er niet veel te zeggen over wat ze gaan doen. Misschien omdat ze de Bra gezegd hebben. En ik heb Bra nog niet gezien. Ja, goede meter. Het is een goede kwestie geweest. Oké, nou, maakt niet uit. We gaan gewoon door naar de volgende. SmackDown Tag Team Championship. De Miz en Shane McMahon verdedigden hun title tegen die Usos met de recent gearresteerde Jimmy Uso in de gelederen. Eike, jij als Miz-fan, wat vond je van deze match? Ik vond het een hele goede match eigenlijk. Mm-hmm. Dus, het was nog een betere match dan de match tegen de Bar, zeg maar, op de Rumble. Mm-hmm. Dat was nog niet veel hoger. De Usos zijn misschien ook wel wat beter dan de Bar als tag team. En een hele verrassende win voor de Usos voor mij. Dat had ik niet verwacht. Ja, zeker na de controversie met Jimmy Uso denk je dat die zullen wel niet winnen dan. En ook aangezien Miz en Shane pas net de titles hebben gewonnen. Maar ze wonnen wel. Inderdaad, een goede match. Dat sluit me helemaal bij aan wat jij daarover zei. Na de match had je wel een segment nog ergens in de show. Ja. Waar ze het al een beetje, ze begonnen een beetje te teasen al de Miz en Shane toch break-up dingetjes. Ja, er waren wat haarscheurtjes om het zo maar te zeggen. Ja, precies. Hoe zou jij tegenover Miz tegen Shane McMahon op WrestleMania? Als singles match? Mm-hmm. Hell no. Waarom niet? Dat gaat toch geen leuke match zijn? Dat kan prima, joh. Ja, Shane heeft met de raarste mensen leuke matches. Ja, dat is waar trouwens. Kijk, van de ene kant vind ik het ook wel leuk. Plus de Miz zit dan natuurlijk in een best wel grote match voor Mania doen. Want tegen Shane een match hebben, wordt toch wel, dan word je wel redelijk de future op de show. Maar ja, ik weet niet helemaal. Kijk, ik wat denk jij dat ze gaan doen dan? Ja, heel stiekem ook natuurlijk, maar dat gaat waarschijnlijk. Zeg nou niet Miz tegen Brian alsjeblieft, want dat gaat gewoon niet gebeuren. Jawel, met Shane als special referee. Oh, nee. Oh, Eike. Nee, het gaat niet gebeuren. Ik denk een singles match. En dan wel met een stipulation erop. Ja, oké, ja, dat kan allemaal nog. Ik ben alleen benieuwd wie er dan uiteindelijk heel gaat turnen. Want van de ene kant, ja. Miz werkt natuurlijk het beste als heel, ook al is zijn face run nu goed. En zou extra, ze zouden hem extra haten als hij degene is die heel turnt. Mm-hmm. Maar ik wil Shane ook wel als heel zien. Ja, dat hebben ze natuurlijk al een aantal keer geteased. Het zou wel interessant zijn inderdaad. Ik denk dat je met Shane ook wel een interessante angle kan doen, omdat je die hele emotionele storyline had. En dat hij dan toch mis zijn hart breekt, soort van. Ja. En dan kan je eventueel de match om de trophy laten gaan. Mm-hmm. Ja, dat zou ook kunnen. Custody over de World Cup trophy. We gaan het zien. Wie denk je dat de Usos door zullen gaan? Ik heb zelf het idee dat gewoon de Bar en New Day en eventueel de Group. Multi-tag team inderdaad. Ja, precies. Meer. Zoiets. Intercontinental Championship. Een handicap match. Bobby Lashley, de champ, teams up with Leo Rush om het op te nemen tegen Finn Balor. Balor. Hiermee begon het Raw uurtje van de show. dat was te merken. Dan was dit nog de match die je er zeg maar, het meest mee doorkomt. Ja. Dit was dit was verder van goed, maar dit was ook niet slecht. Dit was op zich. Nee, het was gewoon degelijk. Ze deden een ding. Oké. Ja. Ik denk dat het main talking point van deze match de title change is. Van tevoren. Die zag ik even niet aankomen. Ja, van de ene kant niet, van de andere kant vond ik het achteraf wel weer logisch. Want waarom zou je anders die handicap doen? Dat is gewoon zodat Lashley nog niet gepind hoeft te worden. Ja, dat zeiden we ook al van tevoren wel, maar ik vind het toch snel al weer dat Lashley nu de title alweer verliest. Na een korte reign van Ambrose ook. Wat gaan ze met Balor doen, denk jij, voor zover ze nog niks gedaan hebben op WrestleMania? Gaan ze de multi-man match doen op Mania met hem? Ik weet nog niet waar ze naartoe gaan werken, want jij hebt Raw natuurlijk niet gezien en daar ga ik ook niet te veel over zeggen natuurlijk. Mm-hmm. En gebaseerd op dat weet ik ook niet helemaal wat hun plan is. Oké. Ik heb wel wat ideetjes, maar die kunnen eventueel later in een Fastlane review nog naar voren komen. Mm-hmm. Wat ik wel apart vind, en dan hebben we het even over de verliezer. En dat wil ik wel alvast Raw erbij pakken. Lashley viel dus Rio aan.
Mm-hmm. Dus we hadden allemaal zoiets van, oh, ze gaan misschien uit elkaar. Misschien dat Leo of Leslie de face turn. Leo mm-hmm. zou wel leuk zijn, kan eventueel tegen Buddy Murphy. Als hij dan toch een face is. Maar Raw zaten ze weer bij elkaar in een tag team match. Ja, zonder uitleg. Ja, dus ze zouden het... volgens mij zijn Michael Cole, ze hebben het weer goed gemaakt backstage. Wat ik heel raar vind. Oh, nou, dat leuk dat ze dat hebben laten zien. Ja, precies. Niks hebben ze laten zien. Ze hebben gewoon een match tegen twee anderen. Ja, ja, dat valt tegen inderdaad. Dus ja, wat ze daar dan precies mee gaan doen, dat snap ik ook niet helemaal. Misschien dat het weer zo'n Bailey Sasha Banks situatie wordt. Ja. Dat het eeuwig blijft doorgaan. Alsjeblieft niet. Nee, alsjeblieft niet, inderdaad. Maar goed, het zou zomaar kunnen. Zullen we doorgaan dan? Ja, denk ik een goeie. Raw Women's Championship. Ronda Rousey tegen Ruby Riott. Ruby Riott. Ja. Laat ik alweer iets zeggen. Ik wil één ding... vind jij het een spoiler als een match gewoon genoemd wordt zonder ook maar een uitleg op Raw? Als ik dat nu wel even zeg. Nou ja, zeg maar. Deze match hebben ze op Raw ook gedaan. Oké, okay, nice. Ja. Hier hebben we een squash gedaan en op Raw hebben ze een soort van match gehad. Waar ze wel bij kregen. Oké. Dus wat was het nut van deze squash dan? Ja, niet veel. Niks. Oké. Okay. Ja, tijd vrijmaken voor Becky en Charlotte. Ja, goed, maar ze waren op zich ruim op tijd klaar met de pay-per-view, dus. Ja, precies. Niet dat ik dat erg vond trouwens, want ik kon gewoon even naar bed, maar... Ja, dat is waar. En ik had ja, heel veel zin in die match. Ja, zonde. Ja, Rousey won binnen no time door submission. En we kunnen het vooral hebben over wat er na de match gebeurde eigenlijk. Namelijk Becky die kwam. Ja. Charlotte die was er al natuurlijk. En Becky kwam met krukken aan. En blijkbaar hebben ze geen security bij die shows. En die sloeg ze helemaal kapot. Dat was wel mooi om te zien. Maar ja, dus de gang naar de triple threat wordt weer verder gezet. Ja. Het was wel leuk gedaan op zich, toch? Ja, ze zijn het gewoon netjes aan het opbouwen. Ik vind het een leuke storyline. Mijn aandacht is continu bij en de meeste dingen vind ik ook goed gedaan. Dus ja, het was weer leuk en entertaining. Dus dat betreft goed. En ja, het was natuurlijk halfwege het WOW-uurtje dit. Ja. Ja, het goede gedeelte van het WOW-uurtje was eigenlijk die segment. Ja. Geen goed gedeelte van het WOW-uurtje was de volgende match. No disqualification match. Braun Strowman, Baron Corbin. En Leslie en Drew McIntyre. Ik heb het er liever niet over. Nee, ik ook niet, maar we moeten toch, hè? Het was dus een no-DQ match. Het begon allemaal een beetje meh. Op zich was de match zelf, voordat de interferences kwamen, niet goed of zo, ook niet oké, maar het was niet dramatisch. Toch slecht, maar niet dramatisch, snap je? Maar toen kwam deel 2 van de match, toen Strowman leek te gaan winnen. Toen kwamen McIntyre en Leslie weer. En dit is exact hetzelfde als wat ze op Raw al maandenlang aan het doen zijn. Mm-hmm. En er kwamen niet eens twee mensen helpen voor Braun. Als er nou iemand returned of zo, die nu langs zij Braun Strowman zou gaan, oké. Maar het was gewoon 3-1 beat. Kevin Owens. Ja, weet ik het. Maar ja, het is eeuwig, het is niet boeiend en het verneukt Strowman's momentum nog meer dan dat het al was. Ja, maar niet alleen Strowman's momentum meer. Ook Greg McIntyre en Leslie arguably, maar die had niet zoveel momentum te beginnen met. Nee, precies. Maar de McIntyre van 2-3 maanden terug, die toen Angle sloopte. Ja, waarvan we dachten, hij gaat de main event van Mania in. Die is Not even close. Nee. Dus, allemaal zo snel mogelijk naar SmackDown. En SmackDown gewoon 2 keer per week. Ja, dat vind ik een goed idee. Dit was gewoon echt. Ja, goed.
Elimination Chamber. Voor de WWE Championship. Daniel Bryan versus AJ Styles versus Samoa Joe versus Randy Orton versus Jeff Hardy versus Kofi Kingston. Ja, was niet zo goed. Kofi was niet zo goed, vond ik hoor. Goed. De Chamber, lange tijd prima match. Niet geweldig nog, maar gewoon wel vermakelijk. Ze deden het prima. En toen kwam... kwamen we richting de business end, zeg maar. Ja, ik weet niet, ik heb niet zoveel te zeggen over dat stuk ervoor, eerlijk gezegd. Dat was gewoon... Nee, ik vond vooral vanaf de Final Four, dus toen Jeff en Joe eruit lagen al, toen kwam het al beter. Toen werd het al wat beter, inderdaad, ja. Ja, toen had je de hele vette RKO van Orton. Mm-hmm. Toch wel even genoemd worden, vind ik. Mm-hmm. En toen misschien wel een lichte shock, tenminste, in ieder geval bij mij was dat een shock, pinde Kofi Orton. Het was geen shock voor mij. Toen gebeurde het. En dan laat ik het woord aan jou hier wel even als coach. Ja, toen waren Dale Bryan en Kofi Kingston over. En nou ja, ik ben... ja, ik vind Kofi Kingston wel leuk. Ik weet niet of ik mezelf fan zou noemen. Nee, grapje. Ik ben Kofi Kingston fan. Ze hadden me even. Want er kwam een running knee. En toen was het 1-2. En toen was het kick-out. En toen dacht ik wel even van... Gaat het gebeuren? En toen kwam er een Trouble in Paradise. En toen dacht ik, het gaat gebeuren. En toen kwam er een reverse met een pin in plaats van een kick-out. En toen was er opeens een camera shot in het publiek. En toen dacht ik, wat gebeurt er? Dat vond ik wel jammer trouwens, dat die reverse was. Eigenlijk, hoe stel je een klein beetje de finisher ermee? Nou, dat vind ik niet echt. Want het is niet, het is niet alsof je veel meer hoeft te doen dan bij een kick-out. Ja, oké. Okay. Het is toch ook een beetje Kofi die dan uitgeput is en gewoon maar ligt. En dat hij dan klaar ligt ervoor, zeg maar. Kofi die wist daar ook uit te kicken. En toen gingen ze nog door, gingen ze de pot op. Van alles en nog wat. Kofi miste zijn dive, running knee, 1, 2, 3. Mijn hart is gebroken, Bryan wint. Maar als ik mag zeggen, een van de beste final twos die ze gehad hebben. Ja. In een chamber. Ik heb niet heel veel chamber gezien, maar... Mm-hmm. Nee eens. Ja, echt fenomenaal gewoon. Bryan bewijst maar weer eens dat hij echt geweldig is. Kofi die heeft zich echt van een kant laten zien die we niet vaak gezien hebben. Nee. Dus ja, echt genieten was het. Ja, Bryan was ook echt op topniveau hoor in James. Ja, absoluut. En laat eigenlijk nu al tijden... Vanaf het begin hè, Bryan, vanaf het begin. En laat eigenlijk al tijden nu weer zien waarom hij eigenlijk een van de beste wrestlers in de wereld is. Mhm. Ja, fenomenaal. Fenomenaal. Ja, het meest mooie vond ik ook wel gewoon... Mm-hmm. En we zagen het in de counter al voor Kofi, maar nu ook weer na de match. Hoe die vent ontvangen werd, was echt geweldig. Mm-hmm. En dat schijnt... Ja, precies. De crowd stond vanaf begin tot eind helemaal achter hem. Ja. En maar ook gewoon na de match. Dat was ook gewoon echt een mooi moment. Ja. Begin tot eind. Bryan was eigenlijk heel snel weg, weet je wel. Ja, ze wisten volgens mij wel dat het ging komen, want Bryan die ging als binnen no time weg. En toen had je ook de New Day die kwam en echt de crowd die, gewoon Kofi. En jij hebt natuurlijk, je hebt het net al tegen me gezegd in de groepschat, maar ze schijnen dus vanwege die crowd reaction toch te overwegen om de feud door te zetten. Ja, richting Tesla, niet Mania. Ik zou het ook richting Mania trekken, als ik mag kiezen. Ja, weet je wat met Mania is? Qua blijk gaan ze een returnende superstar tegen Bryan op Mania zetten. En dan is een returnende superstar. Wie dat precies is, is nog niet bekend in ieder geval. Maar het zou iemand uit het rijtje Owens, Shane, Batista, Wyatt, Undertaker of Cena zijn. Heel random lijstje, weet ik. Dus ik... Ik zou mijn hoop niet voor Kofi tegen Bryan omhoog halen. Ja, dat doe ik wel. Ik hoop... Ja. Maar jouw bronnen zijn onzin als, als ze niet zeggen wat ik wil dat ze zeggen. Het is Meltzer. Dus ja. Ja, maar... Meltzer zit er ook wel eens naast hoor. Dus ja, precies. Daarom zeg ik ook mee. Weet je wat ik het mooi zou vinden? Uh-huh. Dat eigenlijk Kofi een soort Eddie momentje heeft. Dat hij niet... Opeens die title wint op Fastlane. Ja, dat hij gewoon op fucking Fastlane die title wint. Ja, dat zou mooi zijn. Dat zou briljant zijn. Mm-hmm. En kan Bryan daarna gewoon weer terug winnen, want Kofi hoeft geen lange reign of zo te krijgen per se.
Maar gewoon. Nee, Kofi. Kofi kan gewoon de Bray Wyatt erheen krijgen, maar dan wel goed. Ja. Nou was dat een prima feud, maar de matches waren een beetje kut. ja, dus Kofi Kingston, Future World Champion, zijn we het allemaal over eens. dus uiteindelijk, dankzij deze main event en de eerste twee matches en de kick-off match, een prima pay-per-view, denk ik, Eike, kunnen we zeggen. Ja, die nog veel beter had kunnen zijn. Ja, dat wel. Dan sluiten we af bij deze. Dank ik jou voor je aanwezigheid. Dank. Spreek ik je weer voor de Fastlane preview waarschijnlijk. Ja, die over een kleine drie weken. Drie weken, toch? Ja. Oké, toedeledokie. Laters.